voor de camera sta ik met Mike van Aken, de nieuwste aanwinst van Sportclub Zilvolde. Mike, stel je eens voor, wie is Mike van Aken? Ja, Mike van Aken is een middenvelder van Etten, die graag bij de spitsen sluit en die ook zijn verdedigende taken doet. Oké. Uit mijn informatie heb je nog hiervoor nog een aantal clubs gehad. Je hebt de Graafschap door de jeugdopleiding doorlopen. Een jaartje bij SDOC. Te beginnen bij de Graafschap. Hoe lang heb je daar gespeeld, Mike? 2 seizoenen. Oké. Okay. En kun je wat van die tijd vertellen? Ja, dat was veel trainen. En gewoon, je moest goed je best doen om in de basis te komen. Ja. Welk elftal speelde je daar? In de D1 en de C1. Okay. Dus na de C1 heb je besloten om toch de Graafschap te verlaten. En, je bent toen naar SJC gegaan. Heb je daar heb je in de A1 jeugd gespeeld, heb ik begrepen? Nee, die lichting is nou de A1, maar dat was toen de C1. Bij Etten heb je in de jeugd gespeeld dan? Ja, ik heb in Etten in de A1 gespeeld en in de B1. Oké. Okay. Nu gaan we naar Zilvolde. Wat heeft je keuze gemaakt voor dat je bij Sportclub Zilvolde gaat voetballen? Nou, Zilvolde speelt tweede klas nu, volgend jaar weer. En het hoge voetballen, dat trekt mij wel. Oké. Okay. Zoveel mogelijk uit de voetbalcarrière proberen te halen. Ja. Oké. Okay. Maar goed, je zegt het zoveel mogelijk proberen te halen uit de carrière. Maar welke argumenten spelen er nog meer? Want er zal ook een ander verhaal bij je om de hoek kijken. Speeltijd en dat soort zaken. Ja, maar ik denk dat dat het probleem niet is. Oké, okay. Overtuigd van je kunnen wel te verstaan. Afrondende vraag, Mike. Als we kijken naar de posities waar jij speelt, de informatie die de redactie bereikt is dat jij eigenlijk een hele linkerkant zou kunnen bestrijken. Wat is je doel bij Sportclub Zilvolde? Om zoveel mogelijk speeltijd te krijgen en beter te worden. Ja, oké, zit daarbij een bepaalde positie in jouw gedachten? Ja, het liefst linker middenveld. Oké, okay. Goed. Voorlopig laten we het even hierbij. Wij gaan je natuurlijk van harte welkom heten, ook bij de eerste training. En dan zullen we proberen nog wat meer van je te laten horen. Dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft.